50. De start is gevallen. Paarden onderweg. En wie komt daar naar voren? Dat is Every Wish. En die Every Wish krijgt dan gelijk een aanval aan de buitenzijde van een opkomende Columbine Lab. Columbine Lab neemt de leiding over op de tweede plaats Every's Wish en daarachter is Monaco Royal Event er als de kippen bij om zo dadelijk denk ik het heft in handen te nemen. Aan de binnenzijde ook een goede start voor Driat Boko en dit viertal heeft al wat voorsprong genomen op de concurrentie aangevoerd door Ruud Pols met zijn uh, nummer 8, Donate Groenhof. Deelnemers gaan af op de volgende bocht en daar krijgen we een nieuwe koploper en dat is paard nummer 3 Monaco Royal Event. Die heeft de zaken redelijk onder controle nu denk ik. De tweede plaats erachter voor Columbine Lab en op de derde plaats volgt dan Every Wish. Every Wish die heeft op een lengte achter zich Driaad Boko die een goede slotronde had in de vorige heat. En achter Driaad Boko volgt dan Donate Groenhoff voor, ja over goede slotrondes gesproken, Dreamline Promise. Achter deze paard is er dan Cashflow en aansluiting is er voor Zandvangens Titan. Langs de rechter twee rondes te gaan. En in een zetel ogenschijnlijk John de Leeuw met Monaco Royal Event. Lengtevoorsprong. Op de tweede plaats. Daarachter volgt column Lap. Niemand voelt zich geroepen om nu iets te ondernemen. Zeker van de Mespel Niet op de derde plaats met Every's Wish. En die wordt dan gevolgd door Driaad Boko met Jimmy Snyder. Dat zou er eentje kunnen zijn die het gaat doen. En die gaat het nu ook doen. Komt daar in de aanval op een manier waarop hij enkele weken geleden zelfs Donato Groenhoff wist te verslaan. En die gaat zo dadelijk bij John de Leeuw eens even kijken of er wat te halen valt. En wordt op. Uh, haar beurt de ideale gangmaker voor Donata Groenhoff. En ook in het tweede spoor komt langzamer zeker naar voren paard nummer 7, Dreamline Promise. Veld schuift nu dan toch wat in elkaar. En uh, aan de buitenzijde komt Driaad Boko geheel naast de koploper, paard nummer 3, Monaco Royal Event. Daarachter is dan de binnenzijde nog altijd dichterbij Columbine Lab met verder weg dan Donata Groenhoff. Dan Every Wish en die krijgt nu schuin naast zich de opkomende Dreamline Promise. Dan is het cashflow en zandvangens titan. Deelnemers gaan zo dadelijk de laatste ronde in. Daar zijn ze inmiddels halverwege de rechterbocht. En het is aan de buitenzijde toch echt een serieuze aanval van de Driad Boko op de koploper paard nummer 3 Monaco Royal Event. Daarachter een andere tactiek nu noodgedwongen voor Donata Groenhoff. Eens kijken hoe dat uitpakt. Komt inmiddels naar de derde plaats. En achter Donata Groenhoff is het dan aan de binnenzijde Columbine Lab. Maar die moet nu ook passen. Geldt ook voor de rest van de paarden. Behalve cashflow en vanuit het achterveld ook naar voren komen wat aardpols met zijn Dreamline Promise. Goed, we zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. En het is daar dat Donate Groenhoff in het derde spoor naar voren wordt gestuurd. En dat John de Leeuw aan de binnenzijde nu vol gas geeft. Hij versnelt daar een kop met Monaco Royal Event. Maar Donate Groenhoff komt daar aan de buitenzijde wel met een goede eindsprint. Samen natuurlijk met Driaad Boko. Driaat Boko houdt stand en loopt nog een keer in op de koploper. Het is de 3 die wint voor de 1, de 8, de 7 en de 4.